met... Beste Lauren, je hebt dit eerder gedaan. Dus je bent een ervaringsdeskundige. Ik ben een veteraan. Ja. Een veteraan ben je. Jij mag voor de tweede keer in de geschiedenis iets uit het raam gooien. Oh, maar wat vond jij nou eigenlijk van de eerste keer dat je dat mocht doen? Nee, ik vind dat heerlijk om iets uit het raam te gooien. Is dat eigenlijk stiekem ook de reden dat je weer terug bent gekomen? Dat is een van de redenen, want ik wil zo meteen... Ik zie daar al iets groots en zwart staan. Ik ga dat uit het raam gooien. En ja, dat is onze kamer. Dat is Edwin, aangenaam. Edwin, Lauren, Edwin. Hallo Edwin, kom maar even mee. Het zwart staan. Je hebt toch wel je broek weer aan, hè? Sorry. Goed, dat is dus... Maar dat gaat dus uit het raam. Echt zo vrijdagavond. Een van de mensen van dit radioprogramma... Is een grote man. Met hele grote lippen. En dan... Dat is Edwin. Nou, God, ik ben in de ik moet gewoon naar huis. Ik moet gewoon naar huis. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar goed, enfant. Ja. Jij mag dat apparaat wat daar staat. Nee, niet dat apparaat. Mag je uit het raam gooien. De groot buitengeluiden! Hallo? Er staan ook mensen met een spandoek buiten. Dat leek, dat wil ik wel een keer tijd. Ga weg! Ik gooi even een plastic beker naar buiten om te kijken of we daadwerkelijk geluiden hebben. Ja, ik hoor het. Volgens mij staat de microfoon ergens bij de hei. Nee, ik zag het al staan toen ik binnenkwam inderdaad. Die microfoon, ja. Maar mag ik het nu doen? Nou, we moeten eerst even bellen met de beveiliging. Oh. Want die moeten dan weer daar gaan staan om te voorkomen dat de mensen... iets anders. Wat? Dat is echt lachen. NPO Receptie met Jean-Paul. Hey, Jean-Paul! Hey, wij zijn het van de radio... Ja, ik weet het. Wat ik even wil weten, voordat we vertellen dat het weer tijd is om iets uit het raam te gooien. Ik heb van de week een Excel-sheet bestand gekregen. Ja. Met daarop letterlijk alles wat we ooit uit het raam gegooid hebben op datum. Hé, wat? Wist je dat niet? Ik heb wordt het bijgehouden? Ja, dat wordt bijgehouden. Oh, wacht, even kijken dan. 12 was het? Juni 2009. Toen was Lauren hier de vorige keer. Wat heeft Lauren toen... vanaf januari dit jaar heb ik. Dat is dan wel jammer. Ja, hier, overzicht uit het raam. Ik zal hem even openen. Je lag je kapot. Ze hebben het dus bijgehouden. Waarom? Hier, 11 december. PC, printer, bureaustoel. Bureaustoel. 8 januari, om 9:30. Fax, kerstboom, plus verlichting. Ja, die was toch mooi, hè? 15 januari, 12 aan de late kant. 9:55, een fax en een server. En, noem eens een datum. Maar Jean-Paul, waarom hadden jullie dat bij? Ja, dat vraag je mij. Ik zou het ook niet weten. Maar jij moet echt invoeren van jouw baas... Ja. Wat zometeen naar het raam wordt gegooid. Ja, dat klopt. Met tijdstip erbij. Maar stel nou dat we nog een 9:55. Als we er nou een klein plastic bekertje achteraan gooien, noteer je die dan ook? Ja, ik kan het doen. Let op, dit vind ik leuk. Ik gooi nu een plastic beker naar het raam, dan wil ik jou horen typen dat je dat invoert. Ja, ik ben nu aan het typen. Ja, daar is hij hoor. 9:55, plastic beker. Maar je hebt er eentje net ook al uit het raam gegooid. Oh ja, er zijn er twee nu. Ook nog. Maar wat goed, dat viel mij op toen ik dit Excel-bestand kreeg. Het wordt dus bijgehouden wat uit het raam gegooid wordt. Mooi is dat. En dan vraag je toch af, zou er nog ergens wat af te knippelen zijn... van het geld wat naar de publieke omroep gaat? Jean-Paul, ga jij naar buiten? Ja, is goed, man. Hey. Oké, het wordt een... Wat wordt het eigenlijk vandaag? Het wordt een... Voor de administratie. Dit is een oude dat-recorder. Ken je dat nog, Jean-Paul? Oh, nou, dat ziet er niet goed uit meer. Dat is te oud voor mij. Dat is te oud voor mij. Leuk. Nou, prima. Ik vond hem grappig, nee. Nou, ga naar buiten. Ja, hij komt zo, hè. Jean-Paul, okay. Wie heeft het ooit het beste uit het raam gegooid? Oei. Ruben van der Meer. Nou, die ging het hardst hier in de studio, want die gooide echt ook meubelstukken die niet mochten, die ging maar door. Oh, die heeft ons nog een tripje naar IKEA gekocht op de zaterdagmiddag. Danny de Munk was denk ik wel de beste. Kerstboom, ja, dat was de allermooiste. Kerstboom, eerst vielen de lichtjes eruit, daarna de rest van de kerstboom en toen de ballen. Zelf. Maar je moet zeggen, Arie Boomsma wordt er ook steeds beter in. En leuk was de dag erop stond die kerstboom ook gewoon in de studio. Ja. Oh, die zijn ze waarschijnlijk kwijtgeraakt. Oh, ik heb nog wat trouwens. Ondertussen flikkert het complete meubilair aangegooid omdat Chippetjes maar iets vergeten is. Oh, hij heeft ook nog een koffer met daarin... Een koffer. Wat is dat voor koffer? Oh, er zit natuurlijk een hele oude laptop in. Mag ook naar de kloot. Gewoon een koffer. Deze, gewoon een koffer. Hartstikke leuk. Prima. Wat ga je eerst doen? De dat-recorder of de koffer? De dat-recorder. De dat-recorder.
Ik weet ook niet wat er in die koffer zit. Zit er iets in de koffertje, Jibbe? Nee, hij is leeg. Dan is maar de koffer. Eigenlijk zouden we dat koffertje ergens in Hilversum moeten plaatsen. Of ergens in het land. En kijken hoe lang het duurt voor de trein weer gaan rijden. Ja. Hartstikke leuk. Maar dan ook opschrijven, verdacht koffertje. Ja, het verdacht koffertje. Verdacht vindt u ook niet. Zo ja, belt u dan. Ja, 0911. Ja. Ga je gang, Laura. Je mag naar het venster. Ja, ja, ja. Laura Venster. En dan... Ik moet echt naar huis. Uit het raam. Nou, hoe ligt die in de hand? Dat recorder. Kan beter. Ga je weer op het raam klimmen? Nee, hier heb ik hem. Ja, ik heb hem. Oké, okay, je moet er even goed voor gaan zitten, hè? Want dat je even goede basis hebt. Plaats de knieën. Ja, dat je goed. Plaats de knieën even strategisch. Ja, dat je goed. Dat is heel eng, hè? Dat je goed stevig zit. Goed stevig, ja. 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 Oh. Volgens mij. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat zijn luisteraars. Nee, niks. De laatste twee gaan beneden. Die konden niet bellen net. Oh ja, hij mag hoor. Ja. 3, 2, 1. Hop. Dat was origineel, nu de cover. Ja, nu gaan we echt undercover, want dit gaat ook, hè. Er zit echt niks in, hè? Van undercover. Er zit niks in, toch? Nee. Nee. Oké. Okay. Oh, oh, god. Oké. Zo. Hoe vond je dit? Lekker. Lekker, hè? Echt? Nee, was leuk. Ja. Nog één ding voor de natuur. Ik had gehoopt dat die latrecorder iets harder uit elkaar zou knallen. Dat gebeurde niet, hè? Het was dat recorder, whatever. Ah, maar niet. Hebben we nog iets? Ja, maar... Dan draai je een plaatje en halen we ons beneden. Het is niet iets wat je elke dag kan doen, natuurlijk, uit het raam gooien. Wat is dat dan? Er gebeurt iets beneden. Er ontploft iets. Oh! Wat? Sharon Paul! De echo hoor je nog. Gaan we nog één ding ophalen, ja? Ja, ja. Ah, leuk, leuk, leuk. Jongen, maar schijl je op. Alles nog één ding gedaan. Hé, gezellig hoor. Zal ik het raam maar dicht doen? Is de freestyle, hè?